Volgende wedstrijd staat er aan te komen. Meer dan logisch, dat is deze keer WZ of Vizé, zoals je wil. Terugblikken moeten we toch ook even doen. Waarom? De heenronde is bijna achter de rug op 2 wedstrijden na. Dus die terugblik is op zijn plaats. En is helemaal op zijn plaats, want we doen dat met sportief manager Christophe Arijs. Ja, eerst even terugblikken naar de heenronde die nog niet compleet is, maar tot daar op 2 wedstrijden na. Klopt, we zijn morgen wedstrijd 18 van 38. Ik wil dit inderdaad zeggen dat we op 2 wedstrijden van de 50% van de competitie staan. Maar omdat het morgenavond winterstop is, kunnen we uiteraard al een eerste evaluatie gaan maken van die heenronde, zeg maar. We totaliseren op dag van vandaag, zaterdag 17 december, 26 punten. 17 wedstrijden gespeeld, waarvan 8 keer gewonnen, 2 keer gelijk. En 7 keer verloren. Dat is 26 punten in totaal. We zijn daar zeker niet ontevreden mee, maar het kan altijd beter. En we zijn ook wel positief gestemd, omdat we op betere weg zijn dan in het begin van de competitie. Waar algemeen geweten was dat we een heel moeilijke start hadden. Dat bleek zich ook te vertalen in de cijfers, 3 op 15. Waar hebben we moeten wachten tot medio oktober om een eerste keer thuis te winnen. Dat is toch atypisch knokken, omdat wij toch een enorme thuisreputatie hebben. Men is traag op dreef gekomen, hè? We zijn traag op dreef gekomen, zowel uit als thuis. Maar we zijn nu onder stoom aan het geraken, zeg maar, wat thuis betreft. Op de uitschuiven van vorige week na de uitwedstrijd in Winkelsport, waar het niet goed was. Algemene off-day, zeg maar. Maar nu pakken we 12 op 12 thuis. Dus hopelijk morgen tegen Vizé kunnen we een 5e opeenvolgende thuiswedstrijd winnend afsluiten. Is daar een verklaring voor dat men zo traag op dreef komt? Men zou zich daar vragen durven bij stellen. Het is inderdaad elk jaar zo dat we een mindere start hebben. Vorig jaar was zelf een desastreuze start die zich geheel de heenronde doortrok. Maar we hebben ons schitterend herpakt met nieuwjaar en na nieuwjaar, vooral op kampioenenparcours. Maar het is inderdaad een vaststelling dat we telkens minder punten totaliseren na x aantal wedstrijden van de start van de competitie. Een logische verklaring vind ik dat niet onmiddellijk voor. Het is wel altijd zo dat wij een heel zware voorbereiding hebben, dat dan later in de competitie zijn vruchten afwerpt. Dus in dat opzicht is daar misschien een verklaring voor. Daar wil ik naartoe gaan, hè. Men gaat dus de tweede helft of de terugronde, gaat men een versnelling hoger schakelen en dat doet men vaker. Versnelling hoger. Ik denk dat we vooral moeten voortbouwen op de goede thuisreputatie. Als we daar vertrouwen kunnen tanken, dan is het makkelijker om op verplaatsing een stevige organisatie neer te zetten en met vertrouwen daar de partij aan te vatten, met als gevolg dat je meer punten hebt. Ik merk ook op dat wij overal, omdat we toch op een evaluatie neerkomen nu, overal de middenmoot scoren, zijn de 26 punten, staan wij 9e op 20 ploegen, wat zeker niet ontevreden is, wat zeker ons niet ontevreden stemt, wetende dat er meer dan de helft in deze reeks van de ploegen profploegen zijn die 7 tot 8 keer trainen. Goed weten dat het bij ons 4, soms 3 keer in de week is, dan is dat wel een serieus verschil, ja. Oké. Om er nog een som aan toe te voegen of nog een getal, er zijn nog 60 punten te verdienen. Zo eenvoudig is dat? Er zijn nog meer dan genoeg punten te verdienen, inderdaad. Ik las ook ergens deze week van collega's die zeggen, maar je gaat 40 punten nodig hebben om erin te blijven. Ik denk dat dat iets meer zal zijn. Oké, we zitten nog niet aan de helft, we hebben er al 26. Niet dat onze enigste doelstelling zomaar is om erin te blijven. We willen graag een rustig seizoen draaien, maar toch een klein beetje die ploegen, die profploegen, zeg maar, het vuur aan de schenen leggen, een beetje proberen te kribbelen. En als dat kan, toch wel met betere resultaten dan in het begin van de competitie, waar we eigenlijk niet klaar waren voor een Patro Maasmechelen, een La Louvière, een FC Leuk, die ik toch wel heel hoog inschat. Begrijp ik dat men een beetje moet in de kijker lopen, hè? Men moet gezien worden. Dat geldt voor iedereen. Maar het belangrijkste richting 2023 is, vooral naar de spelers toe, naar de staf, naar ons algemeen, is dat heel belangrijk is van jezelf te evalueren, niet ten opzichte van anderen, maar wel ten opzichte van de beste versie van jezelf. Dat is duidelijk, hè? Daar moet bij sommigen een keer heel goed over nagedacht worden, maar dat is een wijze raad die ik ook altijd meegekregen heb van een bekende trainer vroeger, dat ik altijd hoog in het vaandel heb gedragen.
En de dag van vandaag even voor de spiegel staan en zeggen van oké, waar ben ik in de fout gegaan, wat kan er beter? Een beetje zelfreflectie vind ik niet onbelangrijk. Getuigen vorige week, oké, een dramatische inspeelpas na 7 minuten luidt de 1-0 in. Maar je hebt nog 83 minuten, soms nog 93 à la Qatar te gaan. Dus moet je niet in die ene persoon met de vinger gaan wijzen. Moet je ook jezelf durven in vraag stellen. Heb ik aanvallend genoeg gebracht? Kon ik daar meer gaan doen? Hoe is mijn eigen partij geweest? En niet ten opzichte van medespelers. Eerst staat WZ nu natuurlijk in de stijgers, hè? Met name Vizé. Om het anders te zeggen, wat verwacht men daar? 5 punten minder dan wij, heb ik ondertussen onder ogen gekregen. Die hebben 21 punten, dus inderdaad 5 punten minder dan ons. Dat is een profploeg met heel wat bekende spelers. Mboyo, Lejar, Bangura, noem maar op. Alleen allemaal mensen met een, spelers met een gekend verleden in 1A, 1B. Dus in dat opzicht ook een proftrainer, zijn de José Riga. Dus het feit al dat wij 5 punten meer totaliseren, wil toch zeggen dat we zeker aan een remonte bezig zijn. Maar we gaan het daarbij niet laten. We hopen morgen onze 5e thuisoverwinning op rij binnen te halen. Zodanig dat we de heenronde, zeg maar, ook al is het nog niet de helft, met een zeer positief gevoel kunnen afsluiten. Ook leuk om dat dan af te sluiten met een knalfeestje dat aangekondigd is, hè? Ja, ik hoor dat er toch dat Sergio komt optreden. Die staat toch altijd garant om er nog een keer serieus in te vliegen. Dus in dat opzicht zou het super zijn om winnend af te sluiten, ja. Kijk er naar uit. Absoluut. Succes. Dank u.